Je moet nooit denken als burger van ja, maar dat is veel te moeilijk voor mij. Je moet niet denken dat je niks kunt, dat je geen... Je hebt een opinie. Marleen is geen politica. En toch neemt ze beslissingen. Meestal zit het zo. We gaan stemmen en daar stopt de democratie. Bij Agora... vorm jij de politiek. Ik ben Marleen Adriaansens. Ik ben Belgische, gewoon. Ik hou van mensen, ik hou van theater. Ik ben 71 jaar ondertussen, sinds mijn 65ste met pensioen. Maar ik werk nog steeds. Ik heb tijd en goesting. Ik denk dat er, wat wel vaker gezegd wordt, een groot gat is tussen de mensen en de politici. Dat zou samen moeten komen en dat is nu niet het geval. Wat je gevoel heb je? Ja, mijn gevoel was dat dat altijd wel een vraagteken was van wat we hier voorstellen. Kan dat wel? Denk niet dat de burgers, dat allemaal veel te ingewikkeld is, dat de mensen daar geen oordeel kunnen over hebben. Durf dat gewoon. En dus toen ik uitgeloot werd, dacht ik, ja, ik doe dat. We wisten al dat het over werk en werkgelegenheid zou gaan. We hebben ook van mensen die daar het fijne van weten wat uitleg gekregen. We hebben ook heel belangrijk uitleg gekregen over de beslissingsniveaus in ons land. Omdat wij moesten uiteindelijk aanbevelingen formuleren. En als je dan aanbevelingen formuleert voor iets waar je geen bevoegdheid aan hebt, dan is dat ja, een slag in het water. Dan doe je werk voor niks. Dus het moest wel heel gericht zijn. Wat niet altijd evident was, omdat je in de gesprekken en de discussies raak je toch onderwerpen aan die dan... En dan ja, moet je altijd jezelf terugfluiten. Ah nee, daar mag ik niet verder over nadenken, want dat ligt niet in de bevoegdheid. Ik vind het heel moeilijk, omdat er zoveel verschillende niveaus door elkaar kruisen, ook in België. Hoe dat moet met ja, het federale niveau, het regionale niveau. Agora, met één zetel, dat je weinig gewicht kunt in de schaal leggen. Maar ik denk, je moet ergens beginnen. En hoe meer mensen daar warm voor worden, je moet nooit denken als burger van ja, maar dat is veel te moeilijk voor mij. Ik doe dat niet aan mee, want ik kan dat niet. Je moet niet denken dat je niks kunt, dat je geen... Je hebt een opinie. Ja, het kost je wat tijd, maar dat is ook alles. En ja, je hebt een ervaring erbij en je wordt er alleen maar beter van. En ik denk, onze politiek wordt er ook alleen maar beter van. Je m'appelle Anouar Meraïmoune, je suis Kara Fakoura, je m'appelle Kirsten Maher, en tant qu'assistant de surveillance pénitentiaire.